Ik heb echt de grootste mazzel van mijn leven gehad. Ik ging naar een diëtiste. Die zei, ik heb je bloedwaardes nodig. En daarbij werd het PSA-waarde ook genoteerd. En daar werd echt ernstige prostaatkanker geconstateerd. Als je er vroeg bij bent, is het te behandelen. Is het goed te behandelen zelfs. Prostaatkanker zit nog steeds in de taboesfeer. En dat mag natuurlijk niet. We moeten er openlijk over kunnen praten. En veel mannen weten niet eens dat je een PSA-controle kunt doen. Het is heel makkelijk om je te laten testen. Dus praat erover, lees je in en dan wordt het allemaal hopelijk veel duidelijker.